In deze film vervangen we het hoofd van dit schilderij door dat van een hond. En om dat te doen heb je natuurlijk twee afbeeldingen nodig. Ten eerste een schilderij zoals deze, en ten tweede een foto van een hond. Mocht je nou op zoek zijn naar een oud schilderij, ga gewoon naar Wikipedia, daar heb ik deze ook vandaan. En uh, deze vallen allemaal binnen het publiek domein. Belangrijk dat je daarop let. En die foto kun je dus gewoon gebruiken. Nou is de maker van deze foto waarschijnlijk ook al meer dan 70 jaar dood, dus die zal niet zo snel onder het auteursrecht vallen. En ik gebruik dus een foto van Napoleon. We gaan hier dadelijk zijn hoofd weghalen en dat gaan we dus vervangen door de foto van de hond. En om te beginnen ga ik dus eerst even het hoofd van de hond selecteren. Waarom doe ik dat hier en waarom doe ik dat niet dadelijk? Nou, ik ga straks ook de foto verkleinen. Mijn schilderij heeft een, een vrij kleine resolutie. Helaas, het is 1200 pixels breed en bijna 1500 hoog. En de foto van de hond die is vele malen groter. Dus ik selecteer op de grote foto, zodat dat het makkelijkste gaat. En ik maak gewoon even een hele snelle selectie. Via onderwerp selecteren. Ik kijk hem even heel snel na. Ik zie hier wat kleine dingetjes die wat beter kunnen. Die doe ik dan even met de hand wat beter. Het is niet perfect. Maar voor dit voorbeeld maakt het eventjes niet zo gek veel uit. Hoop ik. Natuurlijk is dit iets. Hoe beter je hier de tijd voor neemt, hoe mooier het eindresultaat zal worden. Ik ga hem even zo houden. En ik maak hier een laagmasker van. En dat doe ik hieronder bij het witte vierkantje met het zwarte bolletje. En je ziet mijn hond is opeens uitgesneden. Deze ga ik in zijn geheel foto plus laagmasker op de andere foto kopiëren. Door gewoon boven een plaatje te gaan staan. De muis ingedrukt te houden. Naar de foto te gaan en hem daar bovenop los te laten. En je ziet ook meteen hoeveel groter mijn eigen foto is. Ik zoom een beetje uit met Ctrl-min. En ik ga hierboven naar het verplaatsgereedschap. En als ik de Alt ingedrukt hou en ik sleep een van de hoekpunten naar binnen, dan wordt mijn onderhoofd kleiner. Nu is het even belangrijk dat je ongeveer de kop net zo groot maakt. als dat hij in uh, de hals past. En ik zet eigenlijk dit kleine puntje hier ongeveer gelijk met het puntje van de nek. En ik sleep vervolgens hier uit het center dit kruisje daar naartoe. En dan wordt dat mijn basispunt van waar ik ga vervormen. Ga ik nu een van de hoeken daar binnen trekken, dan zie je dat dat niet meer vanuit het midden gaat. Ik ga hem ongeveer zo houden en ik kan hem altijd nog wat groter of kleiner maken. Ik dubbelklik erop om het toe te passen en ik heb dus mijn kop erin staan. Maar daarachter zie je nog het haar van Napoleon en bij de kraag. Dat klopt allemaal niet, dus dat gaan we allemaal aanpassen. Ik zie dat ik bovenop een hoop haar weg moet halen. En ik zie dat ik hier bij het oor het een en het ander moet weghalen. Nou, dat gaat allemaal goed komen. Ik zet de hondenkoplaag even uit. Ik maak een nieuwe laag aan. En die sleep ik ertussen. En middels het kloongereedschap. kies ik voor de huidige en onderliggende laag. En ik ga gewoon stukjes wegklonen. En dat doe ik dus op een nieuwe laag. Mijn resultaat komt ook op die nieuwe laag. En op die manier heeft het dus geen invloed op mijn schilderij. Als ik bijvoorbeeld die nieuwe laag uitzet, dan zie je dat alles gewoon weer intact is. En zet ik de hond aan, dan zie ik precies wat ik allemaal nog weg moet halen. Je hoeft dus niet het hele hoofd te verwijderen, alleen gewoon ja, waar de hond niet zichtbaar is straks. Gebruik een relatief grote kloonkwast. Pak ook regelmatig nieuwe stukken uit het schilderij. Op die manier voorkom je herhaling. En ik denk dat het zo wel vrij aardig is. Nou, er zit in de hond hier nog een klein foutje in het masker. Geen probleem. Gewoon op het masker klikken en met de kwast kun je dat weer aanpassen. En het is tijd om een beetje met de kraag te doen. Om er goed doorheen te kijken, zet ik de dekking van de laag van de hond een klein beetje zachter. Zodat het kraagje mooi tevoorschijn komt. En het is eigenlijk een kwestie van in je masker gaan. Gliederen met zwart. Wil je het masker alleen zien, hou de Alt ingedrukt en druk op het masker. En dat maakt het een heel stuk makkelijker en sneller duidelijk waar het allemaal zwart moet worden. En druk gewoon weer op de afbeelding. Om die te zien. Dekking weer op 100. En we zien weer wat. Nou, ik vind het nog niet helemaal perfect. Ik ga het hoofd een klein beetje hoger plaatsen. Dat ik iets meer van het kraagje te zien krijg. En dan moet ik mijn masker natuurlijk een beetje aanpassen. Want ik moet de stukjes huid hier ook weer. keurig invullen. Dat doe ik dan weer met wit. En je ziet, de hond komt gewoon terug. Dit is denk ik wat beter. Ja, dit komt wat natuurlijker over. Nu heb ik in principe de eerste grote stap al gedaan. Ik heb mijn hondenkop geplaatst in plaats van het hoofd van het schilderij. Dus het is al. ja. Sommige mensen zullen zeggen van nou, het is een verbetering. Ik vind nog niet dat we er helemaal zijn. De kleur van de kop van de hond klopt nog niet helemaal. En daar gaan we een berg filters op loslaten. Allereerst ga ik de laag omzetten naar een slim object. Dat doe ik door er met rechts op te klikken en daar te kiezen voor omzetten in slim object. Dat betekent dat ik later, als ik filters heb toegepast en niet helemaal happy ben, altijd nog een stapje terug kan. De eerste is eigenlijk simpel het uh, contrast een beetje boosten. Door de foto te verscherpen. En dat doe je via verscherpen onscherp masker. En ik kies gewoon 100% met een straal van 3.0 en een drempel van 0. Tweede stap vind je bij filter, filtergalerie. En dan kies je daarvoor klodders. En kies hier de waarde 3.1 en type penseel, eenvoudig. En je drukt op oké. OK. Je ziet dat de kop een klein beetje aan de lichte kant wordt. Geeft niet, gaan we dadelijk nog wel corrigeren. De volgende stap wordt het olieverf effect. En ik zoom even een klein beetje in, dan kunnen we het dadelijk wat beter zien. Gewoon tot 100%. Die vind je bij filter styleren en dan olieverf. Wat je hier moet kiezen, dat hangt een klein beetje af van de resolutie van je foto. Een goed uitgangspunt is 5-2 en schalen op minimaal en penseelharen op 0, belichting. Dat moet je even uitzetten. De bedoeling is, is dat je eigenlijk zeg maar hetzelfde effect krijgt als in dit geval de jas. Nou, ik vind de stylering veel te groot, dus die zet ik een heel stuk minder. En de netheid vind ik ook niet goed staan. Dus nogmaals, dit hangt erg af van het effect van je oorspronkelijke schilderij. Hier moet je gewoon even mee ja, klooien, om het zo te zeggen. En ben je nou niet helemaal happy? We werken in een slim object, dus ik dubbelklik gewoon op het woord olieverf. Kom terug in het filter, kan aanpassingen maken. En als ik op OK druk, zijn die toegepast. De volgende stap is nog een keer verscherpen: wederom via onscherp masker. Maar in dit keer geen 100%, maar 50% is voldoende. En je ziet als we uitzoomen dat we al ja, qua sfeer aardig bij elkaar zijn. Maar we zijn er nog niet. Ik wil een klein beetje ruis toevoegen. En dat ruis toevoegen doe je, uh, ja, zou je kunnen doen via filter en dan ruis. En dan heb je daar ruis staan. Maar dat kan ook via het Camera Raw filter. Dat vind je hier boven bij filter, Camera Raw filter. En het lijkt alsof je in de Raw editor terugkomt. Dat is niet helemaal zo. Het werkt op zich wel hetzelfde. Maar dit gebeurt op je foto zelf. En je kiest die boven bij effecten voor korrel. Hoeveel je moet toevoegen, dat is natuurlijk ook weer gewoon een kwestie van smaak. Maar het haalt even net uh, het harde eraf. En vervolgens ga ik het met niveaus een klein beetje beter op kleur brengen. Je vindt de niveaus via afbeelding aanpassingen en dan heb je ze daar staan. Of de sneltoets Ctrl L. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is aan de middenslider te trekken. En als ik het oorspronkelijke schilderij er nog even bij haal, je ziet dat dit ook gewoon erg veel highlights op zijn slaap, zijn neus en zijn kin heeft. Dus ik hoef hem niet al te donker te maken. En vervolgens ik ga ik nog een keer terug naar afbeeldingen, aanpassingen en kies ik daarvoor kleurbalans. Want het hoofd van de hond dat ja, staat in schilcontrast qua kleur met uh, de rest van het schilderij. En je moet een beetje uh, kijken en aanvoelen wat je moet hebben. Nou over het algemeen kun je er meestal wel wat geel bij draaien. En wat groen uithalen, wat rood erbij in de middentonen of in de schaduwen. En dat geldt eigenlijk hetzelfde in de hooglichten. En wederom, dit is een kwestie van gevoel afhankelijk van je oorspronkelijke schilderij. Ik ga het even hier ophouden. En tot slot ga ik het nog even ja, aftoppen met een, uh, met een kleurtje. Dat doe ik via volle kleur. En de kleur die ik ga kiezen, dat is een soort ja bruinachtig oker. Is ook een kwestie van smaak. En daarvan zet ik de dekking op bedekken. En ik trek de dekking gewoon een aardig eind omlaag. En zo ben ik wel happy. Zet ik voor het vergelijk nog even alle slimme filters uit. Dus alle bewerkingen die ik op de hondenkop gedaan heb. Dus dit is gewoon mijn oorspronkelijke foto van de hond. En dit zijn alle schilderachtige effecten die ik erop heb gedaan. En je ziet het is dus gewoon vrij simpel en best leuk om te doen. Ik zou zeker bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei.